Iets anders. Justitieminister Jezielgus heeft overlegd met carnavalsburgemeesters. Ja, vanaf 27 februari is het feest en het gaat door. Alleen hoe, dat is nu de vraag die er ligt. En we zijn er nog niet uit. Over 2 weken wordt er opnieuw gekeken naar de carnavalsmaatregelen, zoals we ze inmiddels zouden kunnen gaan noemen. Want ja, er moet besloten worden wat de passende coronamaatregelen met carnaval zullen zijn. Vooral de 1,5 meter afstand is iets waar flink over nagedacht moet gaan worden. Er zijn veel varianten op de regelgeving mogelijk. Bijvoorbeeld een tijdelijke ontheffing van de afstandsnorm. Andere horecatijden is ook waarover gesproken wordt. Maar ja, goed, de komende tijd worden dus al die verschillende scenario's onderzocht. En er hangt heel veel vanaf hoe de coronasituatie over 2 weken is. Dus wordt vervolgd. Wordt vervolgd dus. Limburger officieel. Ja, dus carnavalsvieren. Ja, vroeger wel. Nu natuurlijk niet meer in het oosten van het land. Maar ik begrijp... Ja, natuurlijk, natuurlijk. Nee, dat natuurlijk, zit toch in je hartgang? Nee, maar goed, dan moet je wel een beetje dus in... Oldenzaal. Ja, Oldenzaal kan ook. Maar ik begrijp die burgemeesters wel. En dat is denk ik wel een goed besluit. Wacht even af. Het kan best zijn dat over 2 weken de situatie weer heel anders is. Maar dit voorkom je niet. Je voorkomt niet dat mensen niet in cafés bij elkaar gaan kruipen. 1,5 meter gaat echt niet handig worden. Dat gaat niet worden. Ja, maar dus, wat dan? Dan het gewoon maar loslaten met carnaval? Ja, ik zou in die 3 dagen, 4 dagen, dat dan maar even loslaten. Maar dat zeg ik dan met mijn Limburgse hart. Ja. Ja. Zegt de man zonder Limburgse hart dat ook? Deze man met het Twents hart is niet per se een carnavalsvierder. Maar we hebben in Twente natuurlijk ook carnaval en we zitten boven de rivieren. Ik weet het niet. We hebben natuurlijk 2 jaar geleden en ook vorig jaar best wel wat ellendige effecten daarvan gehad. Hmm. Maar goed, carnaval is ook weer het feest waarin maskers gedragen worden. Dus misschien dat dat een oplossing is. Ja. Dat zou